Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Jeff van der Roost, 36 jaar en ik woon in Schepdaal, een deelgemeente van Dilbeek. Ik ben getrouwd met Carlien en ik heb 3 jonge dochters. Ik ben van opleiding ingenieur en ik was 9 jaar schepen in mijn gemeente, waar ik nu fractieleider ben in de gemeenteraad. Bij deze verkiezingen ben ik lijsttuber voor het Vlaams parlement voor CD&V in Vlaams-Brabant. En ik hoop ook in Vlaanderen het verschil te kunnen maken als ik verkozen zou geraken, nu zondag. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, het maatschappelijk engagement zit een beetje in ons bloed, in onze familie. Wij zijn allemaal heel geëngageerd. En toen dat een goede vriend het mij vroeg in 2006, bij de lokale verkiezingen dan, om op een lijst te gaan staan, dan heb ik niet lang getwijfeld. Het zit ook een beetje in mijn job. Ik doe eigenlijk niet anders dan problemen analyseren en oplossingen zoeken. En dat is ook wat ik in de politiek probeer te doen. Dat is wat ik gedaan heb als schepen. Dat is wat ik in mijn job doe. En dat zou ik ook heel graag in het Vlaams parlement doen. Want je merkt echt wel dat we probleemoplossers kunnen gebruiken in de politiek. En daar wil ik mij echt wel voor engageren. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een quote van Barack Obama genomen. Ik kan een beetje vrij vertalen. Eigenlijk gaat het over het feit dat cynici altijd de luidste stem hebben, maar in de praktijk zie je dat die heel weinig bereiken. En dat is een beetje de lange versie van zijn Yes We Can of van Wir schaffen das van Angela Merkel. En daar gaat het uiteindelijk om oplossingen te zoeken, geloven dat je ergens iets kan bereiken en er effectief ook werk van maken. Het niet laten bij het commentaar geven op het klopt niet of het kan niet of het is slecht, maar oplossingen zoeken en daaraan werken. En samen met iedereen die er iets mee te maken heeft, blijven nadenken over hoe je het beter kan maken in de toekomst. En daarom heb ik eigenlijk die quote eruit gepakt. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik had het net al over Barack Obama op internationaal gebied. Niemand is perfect natuurlijk, maar het contrast in stijl en in inhoud met de huidige bewoner van het Witte Huis, ja, dat is wel zeer groot. Een beetje meer lokaal kom je bij een CD&V-grap uit bij Jean-Luc Dehaene, die ook een echte probleemoplosser was, maar echt wel met een duidelijke toekomstvisie. Maar als je het meer op vandaag bekijkt, dan heb ik heel veel respect voor wat Hilde Krevits doet. De manier waarop zij op een heel rustige manier en een met respectvolle manier naar oplossingen zoekt en ook in debat gaat. Koen Geens is uit hetzelfde hout gesneden. Ik herinner me bijvoorbeeld van 5 jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, was ik samen met hem campagne aan het voeren bij ons in de gemeente in Dilbeek. En dat was net het moment ook dat het bericht binnenkwam dat Jean-Luc Dehaene overleden was. We hebben dan onmiddellijk onze campagne stopgezet en we zijn nog gaan napraten op café. En dat is een moment dat mij altijd bijblijft, van hoe aangeslagen ook iedereen was toen van kijk, we zijn hier eigenlijk een voorbeeld kwijtgespeeld dat echt wel indruk heeft gemaakt in zijn manier van werken. Wat zijn uw politieke interesses? Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een Vlaanderen waar dat iedereen mee is, waar dat we kunnen zorgen voor alle mensen van alle generaties. Maar het begint eigenlijk allemaal bij de kinderen, hè, bij voldoende kinderopvang hebben, zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan en daar kwaliteitsvol onderwijs krijgen. En dat zijn zo 2 thema's die me heel nauw aan het hart liggen. Alles met mijn kinderopvang te maken heeft, van mijn onderwijs te maken heeft. Ik ben ook bevoegd geweest voor onderwijs als schepen. En dus ik weet wel wat de impact is van Vlaanderen op dat gebied. En daarom wil ik mij daar echt voor dat thema engageren. Andere onderwerpen zijn klimaat- en energiebeleid bijvoorbeeld, waar soms wat technische expertise ontbreekt, die ik misschien wel kan inbrengen vanuit mijn ingenieursachtergrond. En dan professioneel en vanuit mijn familie, ja, we zijn allemaal in de gezondheidszorg te werk gesteld. Ja, dat is ook wel iets waar ik een en ander van weet en waar ik van overtuigd ben dat we daar moeten blijven innoveren om te zorgen dat we ons goede systeem dat we hebben, dat effectief kan blijven draaien voor de toekomst. Eigenlijk moeten we zelf het goede voorbeeld geven en zo de mensen ook stimuleren van kijk, wij doen het ook. Zorg dat je dak isoleert, dat je zonnepanelen legt op je dak. En dan kunnen we veel heel grote stappen vooruit zetten.
En ook heel veel meer zelf gebruik maken van de wil van de mensen om mee te investeren in zulke dingen. Er zijn heel veel lokale energiecoöperaties. Ik ben er zelf lid van eentje in onze regio, Biopower. Die doen heel mooi werk. Die proberen vanuit de basis de mensen warm te maken voor hernieuwbare energie, voor alles wat met energiehuishouding te maken heeft. En zo trek je de mensen mee en motiveer je hen om het effectief ook op te nemen zelf. Wat kan er anders en beter in de politiek? Dat kan een hele lange lijst worden. Nee, ik hou nogal van mensen die met kennis van zaken aan politiek doen. Die met dossierkennis nadenken over een onderwerp vooraleer er luid over te beginnen roepen. En dan vaak na een week weer van gedacht moeten veranderen. Dus ik heb heel veel respect voor mensen die zich inwerken in een dossier, daar grondig over nadenken, heel veel over overleggen en dan naar oplossingen gaan. En ik denk dat dat de weg is die we moeten verder gaan. Want anders raak je eigenlijk nergens. Je ziet heel veel partijen die kiezen voor vijandbeelden, voor tegenstellingen om het contrast heel groot te maken. Maar eigenlijk zit de oplossing nooit in een uiterste, maar zit het altijd in het midden. En vandaar dat ik mij ook thuis voel bij CD&V. Ja, wij zoeken oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt en die ook goed zijn voor de toekomst, voor alle mensen, niet alleen voor één specifieke doelgroep. Ik denk dat onze voorzitter het onlangs in een radio-interview nog heel mooi heeft gezegd. We hebben geen vijandbeeld nodig om te vertellen wie dat we zijn. Eigenlijk gaat het over de oplossing die we willen bieden en niet over het waartegen we ons afzetten. Dat is eigenlijk de essentie. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb eigenlijk de navelklem meegebracht van mijn oudste dochter. Vlak na haar geboorte is zij 10 dagen in de couveuse moeten blijven, omdat ze een infectie had opgelopen. En op dat moment voel je hoe kwetsbaar het leven eigenlijk is en hoe geweldig de gezondheidszorg is eigenlijk die we hebben in ons land. En dat is eigenlijk een deel van mijn motivatie ook. Je wilt het eigenlijk doen voor onze toekomst, voor onze kinderen. We willen eigenlijk zorgen dat zij in een fantastisch land kunnen blijven leven, dat op heel veel gebieden op topniveau staat. Dat is zo voor gezondheidszorg, maar dat is ook zo voor onderwijs. We hebben heel veel werk om dat niveau te behouden. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Maar daar wil ik me echt voor inzetten, voor die toekomst, voor onze kinderen. Want daar draait het uiteindelijk allemaal op. Daar draait politiek om van zorgen voor een toekomst voor de volgende generaties.